Guys, oh, het is zo vroeg. Ik ben onderweg naar mijn management. Echt zo vroeg, maar ik heb zoveel zin in deze dag. Ik ben dus nu onderweg naar mijn management, het is in Amsterdam. En daarna hebben we echt een heel leuke meeting waar ik best wel lang naar uitkijk. Ik hoop dat het heel veel leuks gaat brengen voor dit jaar. Ja, een beetje zenuwachtig, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik ga jullie vandaag even meenemen. Ik ben vandaag even een dag in Amsterdam. En als het goed is, zie ik Emmy later op de dag. Maar dat zal ze nog even laten weten in verband met mijn werk. Maar dan zien jullie later wel. Spannend! Wat gaan we doen dan? We gaan weer naar de Westfield Mall, guys. We gaan weer onze bril ophalen boven. Ja. Yes! We hopen de bril. Het is zo grappig met onze brillen. Ja, ik hoop dat dit keer de bril wel een beetje mooier is, zeg maar. We kwamen naar buiten en het was echt zo vuil. Jouw blauwe bril, joh. Maar ik heb zo lang niet gevlogd. Ja, we gaan brillen ophalen en midden heb ik nog niet gegeten. Ja. Dus misschien gaan we ook eten halen. Ja, alles is weer open, hè? Een soort van wel, ja. Ja. Het gaat wat drukker zijn. Een beetje rondom. Is een mondkapje bij? Ja, ik heb een mondkapje. Oh, yes. Dus, en wat nog meer? Wat heb je nog meer? Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je al gefilmd vandaag? Ik heb alleen maar gefilmd dat ik onderweg was naar een meeting. Een spannende meeting. Ik heb het al lang gehad, dus ik ben nog een uur verder. Spannend. En ik ben weer terug bij Nessie. Ja. Trouwens, mijn lippen zitten er een beetje gek uit, want ik moest mijn onderlip gisteren weer oplossen. En nu is mijn bovenlip groter dan mijn onderlip. Het ziet er echt een beetje raar uit, zie je dat? Yeah. Maar het gaat weer snel gefixt worden. Maar het moest echt gecorrigeerd worden eerst. Ja, precies. Ja, precies. De mensen kijken kapot eraan. Hé, maar Cuba, voilà, mijn vrouw die wil hier niet wachten op mij. En we moeten Kissy. Even snel wat doen. We bellen je straks. Ja, we bellen je straks terug, hè? Hey guys, dit zijn ze. Oh, ik vind hem zo mooi. Echt perfect, I love it. Oh, daar zijn we. Oh, wacht even hoor. Nu? Daar zijn we, guys. Yes. Onze brillen, kom je erop? Hi! Ja, hij ziet er veel beter uit, hè? Ja, veel beter. Kijk, de zon is er. Dus, volgens mij eruit als smurf. Ja, buiten liggen ze dit. Kijk. Oh, no. Perfect. Kijk dan, de weerkaatsing. Eindelijk. Perfect. De vorige keer waren we glazen geel van de weerkaatsing. De coating. Ik ben wel blij dat de winkels open zijn, maar waarom is bijna niemand er? Nou, Zara is wel druk, hoor. Oh, yes. Nou, Nessie heeft lekker geshopt. Hij eet nou een broodje haring. Het gaat goed, hè? Hey guys, ik ben net klaar met koken. Ik heb een kookvideo opgenomen voor mijn Instagram. Ik heb vandaag lekker chicken shawarma gemaakt. De traditionele manier. Het ziet er echt heel lekker uit. Ik heb er al eentje geproefd, maar ik ben aan het wachten op Nessie. En dan gaan we dit eten. Een hele goede morgen, guys. Ik heb vandaag best wel een drukke planning, dus ik dacht ik neem jullie weer even lekker mee. Ik was dus net onderweg naar de supermarkt, want ik ga vandaag weer even een recept opnemen voor mijn kookpagina. Guys, het is echt een fulltime job geworden voor mij. Ik ben echt constant mee bezig en ik ga elke dag naar de supermarkt om een recept te gaan maken. Maar in ieder geval, ik heb gisteren voor mijn kookpagina heb ik tantuni gemaakt. Een Turks recept. Ik zal het even hier erbij toevoegen. Vandaag ga ik even een heel simpel recept maken. Namelijk linzensoep. Ik heb het al eerder in een vlog een keer gemaakt hier. Maar ik ga mijn oma's recept maken. Die heb ik al eerder gedeeld via mijn vlog. Maar ik wil het nu ook even uitgebreid op mijn kookpagina delen. En deze week kook ik dus elke dag. En deel ik dus ook elke dag een recept op mijn pagina. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dag moet ik echt even mijn boekhouding doen voor het vierde kwartaal van het jaar. Moet ik echt even afronden en ik heb echt nog zoveel papierwerk. Ik moet echt nog voor alles opsturen naar mijn boekhouder. Daar moet ik dus ook echt even voor gaan zitten. En ik moet nog even een post maken voor een samenwerking.
Ik heb echt heel lang geen post gedeeld op mijn normale pagina. Omdat ik dus zo erg druk ben met mijn kookpagina. Maar ik wil dat ook echt heel graag op gaan pakken. Guys, ik heb echt na zo lang weer Starbucks gehaald. Het is echt alweer een tijdje geleden. Ik heb weer lekker mijn amandelmelk cappuccino. En ik heb zo'n herbruikbare beker gekocht. Die kan ik gewoon dagelijks voor mezelf ook gebruiken. En ik heb hem ook al gehaald. Die laat ik even straks zien. En ik ben zo blij met mijn bril. Ik ben er echt happy mee. Zo, guys. Ik heb alles gehaald wat ik moest halen. En nu moet ik even lekker aan de slag gaan. Ik laat je nog even de mokjes in de dag voor de Starbucks. Dat zijn dus deze zwarte mokken. Gewoon heel simpel. Ik had er al een eentje van. En ik heb er nog even 3 bij gekocht. Dat ik een setje heb. Want ik vond ze echt gewoon heel chill. Ik heb dus besloten vandaag 2 recepten te gaan maken. Een auberginesalade en de linzensoep. Dat heb ik al voor 2 dagen. Ik ga nu lekker iron drinken. Tijdens het koken. En voor elke set dat ik maak, bereid ik me even zo voor. Zodat het voor mijn volgers ook een beetje duidelijk is wat voor ingrediënten we allemaal gaan gebruiken. En daarna start ik pas. Dit is echt gewoon heel overzichtelijk voor ze. Anders krijg ik daarna echt heel veel vragen. Yes guys, mijn recept van vandaag is live. Mijn boekhouding is ook alweer gedaan zoals je ziet. Helemaal top. Ik drink dus tegenwoordig citroenwater. En ik vind het lekker ook nog. Ik ben er nu echt helemaal aan gewend. Het is heerlijk fris. Goedemorgen guys. Het is vandaag donderdag. Mijn god, ik heb hier echt maanden naar uitgekeken. Klinkt heel erg overdreven. Maar ik heb natuurlijk een tijdje geleden gedeeld dat ik mijn lippen lipfrizz heb opgelost. En toen had ik daarna echt weer pech, want ik moest het opnieuw laten oplossen. Nu eindelijk weer de dag dat ik weer gewoon lipfillers heb, guys. Ik ga dat natuurlijk heel subtiel doen, dat had ik toen met jullie gedeeld. Want ik wil niet meer zulke... want ik wil niet meer heel overdreven lipfillers of zo. Maar ja, ik heb er echt wel zin in, want ik heb er echt maanden mee gelopen. Ik ga nu naar Priscilla, heet ze. Ik zal hier even haar naam noteren. En ze is werkzaam nu bij Liquid Beauty. Ik ga daar altijd heen. En... ja, ik heb er echt oprecht heel veel zin in. Ik kan niet wachten om te zien hoe het allemaal eruit gaat zien. En weet je wat het ook is? Na de 2e keer oplossen van mijn fillers zijn mijn lippen ook totaal niet meer in verhouding. En mijn lip onderlip is zelfs scheef. Het is kleiner dan mijn bovenlip. In ieder geval, ik heb lipfillers nodig. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik denk persoonlijk dat ik het vandaag niet ga vloggen. Want ik vind mezelf altijd heel gek uitzien als ik net lipfrizz heb gedaan. Maar dan zie je het waarschijnlijk in mijn volgende vlog. Yes. Ik heb trouwens citroenwater mee. Ik heb lekker lauw water hierin. Met een half geperste citroen. En ik ga daar mijn dag mee starten. In plaats van koffie een keer. Echt zo verslaafd aan koffie. Een hele goede morgen, guys. Het laatste fragment jullie in mijn vlog hebben gezien was dat ik mijn lippen ging opvullen. Het is inmiddels een week later. Mijn lippen waren echt opgezwollen. Maar ze zien er nu weer een beetje oké uit. Zoals jullie zien, het is niet heel heftig gedaan. Maar ik ben er echt zo blij mee. Ik ben nu geparkeerd voor in mijn huis. En wij gaan vandaag echt na heel lang weer eens een keer chillen. Ik was er echt aan toe. Ik ben echt zo lang thuis. En we gaan ook even lekker uit eten vandaag. Dus ik neem jullie vandaag weer mee. By the way, ik heb op dit moment echt zo erg last van droge huid, droge lippen, alles. Ik weet niet of jullie er ook allemaal last van hebben, maar het is gewoon echt niet normaal. Ik heb het echt nooit zo erg gehad als deze winter. Ik had deze even meegenomen. Wat heb je van mij? Lokkom. Kijk dan hoe schattig. Oh, I love this. Thank you. Oh, je bent naar Turkije geweest natuurlijk. Guys, we zijn er weer hoor. Onze theeavonturen. Oh jongens, ik ga weer genieten van mijn kebab hoor. We hebben 1 lam shashlik en 1 Adana kebab. Guys, wij zitten nu in de auto.
onderweg naar Amsterdam Centrum. We gaan even nog lekker een koffietje doen. We hebben een heerlijke kebab gehad vandaag. Echt lang geleden dat we sowieso samen hebben gegeten. Nou, echt weer gezellig. Ik was hier echt aan toe. Ik heb je ook echt gemist. Ja, ik heb ook. En ja, even een koffietje drinken in Amsterdam. En dan weer lekker richting huis. Dat is een beetje de planning. Maar het is echt heel erg druk. Alles is afgesloten. We moeten heerlijk omrijden. We komen echt niet vooruit. Ja. Maar het is het waard. Dat zei je. Dat zeg je irritant aan Amsterdam. Ja. Ik wil eigenlijk beter altijd naar Rotterdam komen. Kijk, wij zijn nu bij de Leidseplein. Moet je eerlijk zeggen, ik ben echt zo lang niet op een terras ben geweest. Ik denk dat ik echt... Nee, ik niet. Tuurlijk zitten wij wel eens op een terrasje. Bij Meram ofzo. Maar niet zo'n plek. Nee, niet zo'n plek. Dat doet me echt denken aan Twente. Toen zaten we echt altijd op terrasjes. Maar ik heb dus aperitief besteld. Want ik ben lekker gezond bezig. Ja, en we hebben ook... Ik heb chocomel en marshmallow. Zonder slagroom. Zonder slagroom. Het moet even warm worden voordat we wegtrekken aan de auto. Want ik ben net helemaal losgegaan onderweg. Heel koud. Ja. En we hebben net een plek zonder die liter. Jammer genoeg. Oh, lekker. Dat was onze samenvatting. Guys, ik ben net thuis. Ik heb net eentje hiervan geproefd. Want ik ben op dieet en ik wil niet te veel snacken. Maar ik heb eentje hiervan geproefd. En volgens mij is dit granaatappelsmaak. Oh mijn god, was zo heerlijk. Turks fruit van deze winkel is echt een heel bekende. In Turkije is echt gewoon niet normaal lekker.